Nee, hij... Oké, die moet je echt inzoomen en langzaam laten zien dat hij zo zat. Tell me your father. Tell me your father. Oké. Jongens, we hebben het gered. De 100ste Tom en Peters Hot Coffee Show. Yay! Hé, hadden we allemaal niet verwacht, hè? Ja, nu houden we er ook echt mee op. Het is echt nou wel goed geweest. Wij dachten dat zinkende schip dachten eigenlijk net 2 afleveringen al. Ja, ik vond het al knap dat we een jaartje rond waren, maar... Jongens, het is de beste tijd geweest. We hebben dit volgens mij al halverwege hebben we dit ook al een keer besproken. Van, is dat het we niet moeten stoppen. Ja, dat we moeten stoppen. Maar ik denk dat het nu wel echt zo is. Hè? Ga je stoppen? Ja, het voornemen van 2016 was wel om dit soort dingen inderdaad een keer het einde aan te roepen. Nee, ik weet het ook niet. Nee, laat het iets anders nog komen. Laat het ons weten in ieder geval. Er moet wel iets nieuws komen, maar laat het ons weten of de Hot Coffee Show nog interessant is. Want ja, de stellingen, we zijn wel een beetje door de stellingen heen. Nou, tenzij jullie nog legendarische stellingen droppen. Je mag ze nog altijd droppen, maar heel vaak zien we toch wel dat ze een beetje veel op hetzelfde lijken. Maar we hadden ook enorm veel gekke uitspraken, dingen, mensen die dingen zomaar riepen, mensen die de 100 keer dezelfde stelling aandragen, maar niet achter konden komen dat het eigenlijk helemaal niet zo'n hele goede stelling was. De stelling van deze week is: winegums zijn het beste voedsel om te eten tijdens het praten op Teamspeak/VoiceChat. Wow. Ja, dus bij deze aflevering 100 een bloemlezing van een aantal gekke comments op de Hot Coffee Show. Ja, een goed idee Tom, want je hebt al heel veel leuke dingen eruit gewist. Ja, het is echt maar een snippet, een klein fragment van de hoeveelheid poep die ertussen stond. En dan lijkt het me ook leuk om voor de gelegenheid een aantal van die stellingen heel serieus te behandelen. Ja, oké. Okay. En we beginnen met de eerste reactie, en die is alweer van een jaar terug. Volgens mij is het op de eerste aflevering ooit. Het is van Richie17, personal channel, op YouTube. Personal channel, ja. Dat is niet zijn zakelijk account. Nee. Origin zuigt, Uplay zuigt. Steam is awesome. All hail Gaben. Nice. Nou, helemaal mee eens. Ja. Nee, ja, tuurlijk. Oké, daar kun je niet zoveel over discussiëren. Nee. Nou ja, behalve dat Origin niet zuigt en Uplay wel. Maar... Ja, ik weet niet. Ja, nou ja, oké. Okay. En door. Van R-Clips op YouTube. Een jaar geleden. Die kopjes hebben wij ook. Haha. Cheers, man. Welke kopjes? Deze of die? Ik denk dat hij die bedoelde, want die dronken we in het begin altijd uit. Mm-hmm. Van Jaagjolo komt stelling. Nu een oude console kopen is net als terug in de tijd gaan. Je is een tijdcapsule. Ja, dus als je erin stapt dan kom je terecht in 1930 of zo. Ja, maar hoe is dit een stelling? Of moet het mee eens zijn of niet? Ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Leuk bedacht. Ja. Nee. Van Jaag Jolo kwam een week later. Hoeveel vierkante meter is jullie studio? Dat is een goede vraag. maar het is wel waar, want alles... is studio, toch bij ons, vind ik? Ja, eigenlijk is het hele pand studio en zelfs de buiten nog een beetje. Ja, maar we gebruiken alles, dus 100 vierkante meter, iets meer. Maar ik vraag me af waarvoor? Waarom is dit relevant? Dat wil hij weten. Dat is toch goed? Wil je een schets maken? Wil je kijken waar de beste entry point is om iets te stelen of zo? Oh, he's stealing cheese! He's stealing cheese! Waarom vraag je je? Maar hij is gewoon geïnteresseerd. Laat die jongen. Misschien heeft hij net een studentenkamer van 20 vierkante meter. Wil hij even ernaast leggen. Zou ik dan ook een studio kunnen bouwen in mijn studentenkamer? Best wel. Nou ja, bij deze 110 vierkante meter. Jee. Ja. Van Switchwolf NLD kwam. Peter heeft een mooie stem, die wil ik ook. Tom, jij hebt een mooie stem, die wil ik ook. Jullie zijn bazen. Thanks man. Thanks. Ik vind niet alleen, ik vind wel zijn stem mooier dan mijn stem. Ik heb een beetje gay stem. Maar het is toch anders als je het me echt hoort vertellen en je hoort het publiek erbij reageren en zo. Dan wordt het toch een soort levendiger iets. Dus dat vind ik er wel. Dus het heeft echt wel een meerwaarde. Tell me about it. Maar nee, hij. Oké, okay, die moet je echt inzoomen en langzaam laten zien dat hij zo zat. Tell me your father. Tell me your father. Oké. Sukkel. Ja, ik heb hem volgens mij ook nog op Xbox, maar hij spreekt me nooit meer aan. Maar heel af en toe komt hij langs op een stream en dan zegt Tom, je hebt een fantastische stem! En daarna verdwijnt hij weer. Dus ah, nice. Klassificeer je dat als stalker? Of is dat gewoon iemand die heel, heel enthousiast is over iemands stem? Gewoon een fan van een stem. I guess. Fanstem. Van Jaag Jolo, een week later, hij is weer terug, kwam stelling. Als je een game koopt, moet je ook de goodies erbij kopen. Ja, vind ik ook. Ik vind je bent skeer als je niet gewoon... Kijk!
Nee, maar dit moet een strafbaar feit worden. Ja. Dat je gewoon alleen bundels verkopen nu. Nee, maar ook gewoon onder schot gehouden worden bij de kassa. Van ho, 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 ik zie hier Destiny liggen. Maar jij hebt niet de limited edition met al die goodies erbij, hè? Nou, laatst zag ik iemand inderdaad de winkel uitlopen zonder de Ezio figurine. Met de 6x2. Ik dacht echt, wat een loser. Opsluiten die jongen. Ja. Gewoon deporteren. Mag ik het zo zeggen? Hot dog hop. Leuke stelling. Er komen steeds meer rare games. Aan. Van Willem Bakker. Dit vind ik... Ja, maar wat klassificeer je dan als raar? Ja. Nou, Goat Simulator en zo bedoelt hij. En die dat brood lopen. Ja, oké. Dat bedoelt hij. Maar dat was even een hype, weet je wel. Het is niet alsof dat exponentieel toe is genomen en we nu geen normale games meer hebben. Nee. Maar alleen, nu ben je brood, nu ben je een fles wijn. Nee, zegt hij ook niet. Oké, maar... Het was best een goede stelling. Het was misschien een... Ja, wel vrij ter interpretatie, maar had gekund. Volgende. Oh, de volgende is ook mooi. Van Sam Smit, een jaar terug. Wie moet gratis de lens fixen die Super Smash Bros. Brawl niet aan kan? Die stelling was een jaar geleden al 5 jaar te oud. Ja, precies. Gewoon echt iemand die nog niet eens is ingesprongen op de nieuwe generatie. Maar gewoon denkt van, ja, die game van 5 jaar terug, daar moet Nintendo echt eens iets aan gaan doen. Dat is wel waar in principe, vind ik. Ja, maar niet iedereen had dat probleem dat je Wii Super Smash Bros. Brawl niet aankon of zo. Dat was bij een aantal gevallen. En volgens mij heeft Nintendo toen ook iets opgestart dat je een nieuwe Wii kon krijgen. Dus het is een beetje... Ja, hij kocht natuurlijk nu pas een Wii. Ja. Dat is wel heel erg late on the bandwagon gejumpt. Volgende is een soort levensles. Ja, hij komt van Sjaak! 1 jaar geleden. Ja. Oh nee, het is Sjaak! Uitroepteken, trademark. Daar heeft hij echt patent op aangevraagd. Stelling. Is een PC eigenlijk wel een gameconsole? Dat is diep, hè? Dus... Daar hoef ik niks over te zeggen eigenlijk. nee. Dit is te mooi. Die laten we even aan jullie. Gewoon, ja, denk er even over na. Als je vanavond in bed ligt, dan ga eens even... Ja. Ga eens even dat brein te werk zetten. Think. Oké, dit vind ik ook leuk. Als mensen gewoon compleet het idee van stellingen, vragen, het complete format weggooien. David John Random zegt, ik heb voor jullie een challenge. Ruil vanaf de eerste Pokémon game voor Game Boy alle Pokémons naar de nieuwe Pokémon games voor bijvoorbeeld 3DS. Ik wil wel eens zien wat er gaat gebeuren. Dat is toch gewoon het hele idee van die games? Ja. Ja, maar ik vind het ook zo van... Waarom vragen dat aan ons? Ga dat gewoon doen. Ga gewoon... I don't know. Weet je wel, het is de hot coffee show. We doen altijd de stelling. Niet een challenge. Zo, en van de een op de andere week gaan we gewoon Pokémon games spelen of zo. Welkom terug bij de hot coffee show. Vandaag gaan we Pokémon's ruilen. Sorry, Pokémon. Meervoud van Pokémon is Pokémon. Ja. Ja, dat vind jij weer een goede stelling. Ja. Oké, Dennis zei een jaar geleden... Kijk zijn sokken, haha, wiet! Vet. Derne van den Beemt zei... Kunnen graphics op een gegeven moment, één woord, nog mooier? Nou ja. Ja, ik denk het wel, op een gegeven moment. Mijn stelling van Rick Schultz is... Game-PC's zijn veel te duur en heeft dat wel nut? Met uitroepteken. Hoe moet ik hier nou mee? Ja, heeft het nut dat game PC's duur zijn? Weet ik veel. Ja, kapitalisme. Voor jou niet, denk ik. Nee, ik denk dat je skeer bent, maar alsjeblieft. I don't know. Oké, Very Tico. Tico? Tiku. Very Tiku, een jaar geleden. Was beter voor de industrie. PS, Gamania, oplichter. Zo waar. Ja, helemaal mee eens. Niks toe te voeren. Oké, Evan Hardeman op onze indie-stelling zei... Niet meer indie shit. Ben ik ook helemaal voor. Ja, en dan voegt hij er nog aan toe van GTA 5. Nigga. Nigga. Oh, nice. Want logisch. Svenos Dios. Een jaar geleden. Volgens mij is dat een hele bekende fan van Dus David. Nu ik over nadenk. Maar oké, Svenos Dios zegt... Ik vind GTA best wel realistisch. Hoe je het ook schrijft. Omdat je kan op select drukken en dan kun je echt als de bestuurder zijn. Ja, first person bedoelt hij gewoon. Dat is kei realistisch. Dat is ook zo. Ja. En dat vind ik ook weer niet zo dom. Het is alleen geen stelling. Ja, en het is ook geen goede spelling. Nee, dat ook niet. Maar goed, leef je daar nog op YouTube? Nee, op YouTube vind ik... Ik kan met alles leven. Van Roelof Hartlief kwam... Wordt de PC vaak onderschat omdat er veel spellen voor de Xbox of PlayStation worden gemaakt... maar die niet veel of later uitkomen voor de PC? Hè? Oké, rewind.
Wordt de PC vaak onderschat omdat er veel spellen voor de Xbox of PlayStation worden gemaakt, maar die niet of veel later uitkomen voor de PC? Maar waarom wordt de PC dan onderschat? Omdat de spellen van Xbox of PlayStation niet veel of niet veel later komen voor PC. Ja. Ja. Ja! En door. Alweer vet sokken, Tom. Ik kwam erachter dat... Oh, dit is alweer de laatste die ik had. Ik kwam erachter dat er op een gegeven moment was er iets van 5 weken achtereen volgend. Was iedereen op een sokken aan het reageren. Nice. Ik weet ook niet waarom. Dat was een sokkenhype. Dat was een sokkenhype. Wat voor sokjes heb je nu? Deze zijn trouwens wel... Dit is wel aardig. Dit is... Oh, rode bolletjes. Wow. Ja, maar het matcht wel met de broek, toch? Dus ja, dat matcht zeker met de broek. Ja. Wist je dat jij zo... Wow! Kijk die melkflessen. Jezus. Oh, ja. Ja, maar ik ben eraan gewend, hè. Ja. Jongens, bedankt voor jullie stelling afgelopen jaren. Ja. Waar hartstikke goed zat. Het was hartstikke goed. Hartstikke leuk. Ja, vooral op YouTube. Top. GG. Echt GG, ja. Ja. Wat doen we met Tot Coffee Show? Dat is de vraag. Nee, ik wil wel door, want ik ben nooit... Ik maak al 6 jaar Gamers het Radio. Niemand wil het meer horen. Nou, nee, Gamers het Radio heeft een gestage luisterbasis. Ja, ik geef niet zo snel op. En Tot Coffee Show is een van de best bekeken items op Gamers. Ik wil eigenlijk niet stoppen. Nee, ja, maar misschien moeten we wel iets van een twist of zo erin in gooien. Want het wordt nou... Als je echt naar de lijst van afleveringen gaat kijken, dan zul je wel zien dat er toch vrij veel overlap is. En als wij kijken naar de stellingen, dan zien we ook wel iets heel vaak van we denken van... Ja, het is wel een nieuwe stelling, maar hij heeft wel heel veel raakvlak met iets wat we dan een maand geleden of zo al hebben gedaan. Dus ja. Ik ben eigenlijk wel voor of echt radicaal nieuwe stellingen of iets van dat we het format misschien een beetje aanpassen of iets dergelijks. Maar het is aan jullie. Het is aan jullie. Laat het dus weten. Wat moeten we doen? Wat moeten we veranderen? Mensen houden niet van verandering, dat weet ik ook wel. Verandering! Denk even out of the box. En als je een leuke stelling hebt, dan laat het vooral achter, want dan kunnen we weer over praten. Ja. Denk ik. Ja, denk het. En bedankt dat jullie al 100 afleveringen naar ons kijken. Want er was vorige week nog iemand die ging alle Hot Coffee Shows eventjes kijken. Ja, inderdaad. Holy shit. Dus wat vet. Gewoon in een week, dus gewoon binge-watchen. Ja. Wanneer komen we op Netflix? Dat gaan mensen gewoon alles in één keer. Voor mij maar alles op Netflix, wat we doen. Ja, nee, tuurlijk. Voor mij ook. Maar bedankt voor het kijken en bedankt voor deze 100 afleveringen alvast. Ja. En op naar de 101. Ambitieus. Nooit te hoog inschatten. Nee.